Hi, ik ben Zoë Tauran. Ik ben Thijs Boermans. Hoi, ik ben Cloud. Hallo, ik ben Julia Heetman. Mijn naam is Jesse Hoefnagels. Hallo, ik ben Froukje en leuk dat je kijkt naar de Release Reacties Special. Like a blizzard. Ja, dit is echt een... Like G6. Like a G6. Classic. Dat is echt een classic. Ja, hier was ik even lekker aan het schuren. Op frisfeest. Ja, met de boys. Ja. Ja, dat is wat ik me ervan herinner. Ik vond het echt een heel vet nummer. Dat is dus gewoon 13 jaar geleden, toen was ik 12. Ja, ik moet wel zeggen, ik was toen echt een beetje nog een nerd. Ik mocht dan de kleren van mijn zus lenen, want die was echt cool. En ja, dan ging ik daarheen en dan... Ja, ik was wel altijd wel bezig van... Oeh, wat een leuke jongens en zo lopen hier rond. Nee, niet toen ik 12 was, maar daarna zeker weten wel. Toen ik 12 was, was ik gewoon vooral bezig met mijn vriendinnen, zeg maar. En dansen en een beetje... schuren, weet je wel. En dan draaide je zo om en dan ging je kijken, ging je naar je vriendinnen seinen van, is die knap? En dan ging je omdraaien en dan gingen de meesten zoenen, maar ik niet. Dat heeft bij mij nog even wat langer geduurd. Je weet dat ik niet luister als je praat. Suzan en Freek. Zeg maar dat het goed komt. Stukjes toekomst, of moet ik je maar laten gaan? Ik kan het niet hebben als het aan. Wie heeft jullie verteld over mijn obsessie met Suzan en Freek? Nee, het is heel grappig. Ja, ik ga hier echt heel lekker op. Dit is een beetje het nummer waar zij een beetje door zijn doorgebroken. En ik heb nu ook zo'n nummer dat in één keer zo boom is. En dat is wel een beetje een herkenbaar moment. Maar ik heb... een beetje een zwak voor Suzan en Freek, hun stem. Ik vind het zo prachtig. En 3 jaar geleden stuurde ik ze een bericht met... wow, ik vind het zo vet hoe jullie stemmen mengen. En ik ben echt blown away van jullie twee. En ik zei tegen mijn vrienden van... ja, Suzan en Freek, daar luister ik naar nu. En dat is heel vet. En zij moesten me allemaal uitlachen. En ja, toen dacht ik, oh, laat maar dan. Ik merk wel dat veel meer mensen nu gaan... beseffen dat zij echt de shit zijn. Ja. Ja, ik heb ze al ontmoet, ja. Leuke mensen. Ja, ik kan niet meer zeggen. Destiny's Child, Survivor, dat is gewoon een nummer... waar ik altijd shows op deed met mijn zusje, voor mijn ouders. En ook als mijn neefjes en nichtjes er waren, dan gingen we op Destiny's Child hele choreografieën maken. En voor mijn familie optreden. En ik weet nog dat mijn ouders toen naar Destiny's Child gingen. En mijn oudste zus mocht mee. En ik mocht niet mee. En dat neem ik ze nog steeds super erg kwalijk. Ja, tot op de dag van vandaag denk ik echt, waarom mocht ik niet mee? Maar volgens mij was ik echt heel jong. Maar toch. Wij hadden wel een rolverdeling, ja. Ik nam eigenlijk wel een beetje de leiding en ik was toch wel Beyoncé. Ja, mijn zusje vindt dat nog steeds heel erg. Die zegt altijd, ja, wij moesten gewoon alles doen wat jij deed. En ik ging dan ook voorstaan en dan moesten hun zeg maar achter staan. Het is echt heel erg, eigenlijk. Ja, ook, we hadden dan 1 choreografie die we dan op dansschool, op dansles hadden geleerd. En die deden we dan gewoon op elk liedje eigenlijk. Het sloeg echt nergens op, maar ja, dat was het enige dansje die iedereen dan kende. Weet ik nog een dansmove? Nee, sorry, ja, vast stiekem wel, maar die ga ik niet doen. Nee. Ik weet wel dat we altijd dan, dat kan ik niet doen, maar dan moest je zo de snake doen, zo'n bodyroll op de grond. Nou, dat was wel, dat deed ik dan soms ook zomaar uit het niets tijdens zo'n show voor mijn ouders. En het was heel raar. Oh god, ik moet het niet nazingen, want dan gaan jullie het allemaal horen. Dit is Gasolina. Dit doet mij denken aan... ken je die frisfeestjes nog? Dat waren feestjes waar je niet kon drinken. Of mocht drinken in ieder geval. Ja, ik vind het wel grappig. Ja, dit typeert niet per se hoe de avonden daar eraan toe gingen. Maar de frisfeestjes waar we waren, was voornamelijk witte veehals. En rondom een club lopen, kijken of er een groep meiden hand in hand stonden... om daar dan achter te gaan staan en dan te gaan schuren. En als je dan dapper genoeg was... Dan durfde hij er één om te draaien en dan ging hij zoenen. Het was eigenlijk één groot persillenfest. Ja, ik was wel dapper genoeg. Maar het was ook een soort wedstrijdje met je vrienden, toch? Want to come on over. Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie. Dit liedje heb ik heel veel gezongen, want ik had een coverband met mijn zus en mijn vader. En wij begonnen altijd met Valerie. Nou, die coverband die is ontstaan omdat wij sowieso altijd samen veel zongen. En op een gegeven moment hadden we jaarlijks een optreden op de kinderboerderij in Amstelveen. Ja, op een gegeven moment wilde ik ook wel gewoon een bijbaantje. En toen hebben we dat eigenlijk doorgezet omdat in het dorp ging het dan rond dat mijn zus en mijn vader en ik veel zongen samen. En ja, had ik eigenlijk een soort snabbelen. Mijn zus die is psycholoog inmiddels, dus die is iets heel anders gaan doen. Maar mijn vader heeft laatst met mij... Ik stond in de AFAS en toen heb ik samen met mijn vader mijn liedje Een Teken gezongen. Dus dat was heel bijzonder, dat samen kon. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. Ja, dit is wel echt een classic. Dit nummer is wel, ja, fucking hard. Zeg maar elke keer, nog steeds, wanneer je het opzet, het slapt altijd. En het is wel gewoon echt, ja, gewoon die positieve energie. Ja, klopt. Ik heb hem één keer ontmoet. Ik was uitgenodigd door Top Notch om naar een bijna, ja, een soort van heel klein concert van hem te gaan in Rome. Ja, dat was zo sick. Ik had echt nog nooit zoiets meegemaakt. Ik denk dat dat de beste live performance is die ik ooit heb gezien. Ik stond dus op een gegeven moment naast hem en ik dacht, de vraag die ik nu wil stellen is paardrijden een sport? Ik was gewoon heel benieuwd wat hij zou zeggen. Het eerste wat hij zei was... Is dit echt je vraag, zeg maar? Daarvoor speelde ook al een soort raar incident af. Want ik was daar samen met Brand, mijn cameraman. Dus ik loop naar hem toe. Ik zeg, yo, can I film a small part voor mijn YouTube-video? En hij was zo van, yeah, sure. Dus ik dacht, oké, chill. Alleen het was echt ziek druk en iedereen stond om hem heen. Dus het was best wel chaotisch. En ik zoek soort van de lamp en de camera waarmee we aan het filmen waren en ik kon het niet vinden. En ineens soort van zie ik zo'n beveiliger, zie ik Brand zo vats aan de zijkant soort van duwen. En ik was zo van, wat de fuck gebeurt hier? En hij was zo van... En ik zeg tegen Post Malone zo van, yo, hij hoort bij mij en hij wil, zeg maar, hij is degene die het moet gaan filmen. Hij zo, oh ja, het is oké, het is oké. En toen was die beveiliger wel heel aardig en die was zo van, kom maar terug. Dus uiteindelijk is het goed gekomen.